dat jullie er allemaal zijn. We hopen natuurlijk op heel veel mensen en een heel leuk festival. We hebben een heleboel dingen georganiseerd. Dit jaar dus voor het eerst in Leiden. We hebben ons best openingsconcert. We hebben Quincy, geweldige band. We hebben een supermooie ijskoningin op stelten. Die wil een applausje. Die deelt loodjes uit. Straks is de loterij. Kunnen jullie deze supermooie fiets winnen? We hebben buiten gratis poffertjes. Zie, dans, theater, cabaret. Van allerlei dingen kun je zien. Op 20 vierkante meter. Of 10. Of, ja, dus heel knus wordt het. Dus het kan zijn dat je op de grond moet zitten. Of dat je ergens nog een sok vindt. Ja, dat spijt mij dan. Maar daar kan ik nu niks meer aan doen. Leiden is een stad van ontdekkingen. Leiden is een stad van kennis en cultuur. En hoe kun je kennis en cultuur beter bij elkaar brengen dan cultuur te brengen op studentenkamers? Daardoor zijn we... Ik wens iedereen een geweldige avond. Ik wens de Stichting Stukkenfest Leiden heel veel succes. Ik hoop dat het een knaller wordt, zodat we hier volgend jaar meer van kunnen genieten. En dan met nog meer bezoekers en nog meer kamers en nog meer cultuur op studentenkamers. Geniet ervan. Yeah! Just
altijd gestaan, maar het moet van mijn vriendin. Ik zou zo graag een keer mijn weekend niet versteren, door alle haartjes van mijn benen weg te scheren. Maar protesteren, het heeft geen enkele zin, want het moet van mijn vriendin. We eten nu al wekenlang Japans, want dat past zo goed bij onze nieuwe tafel. En elk weekend zit ik bleek in zo'n hardcore discotheek. Ik heb verdomme zelfs een piercing in mijn navel. Ik dronk zo graag mijn koffie met een wolkje melk erin, maar dat mag niet van mijn vriendin. Ach, eigenlijk had ik heel graag een andere vriendin. Zou wel eens een bootje willen hebben op het mooie Haringvliet. Zou wel eens een bootje willen hebben op het mooie Haringvliet. Maar als dat dan weer met jou moet, dan maar liever tijd. Ooit keek ik uit het raam en vloog de tijd voorbij. Ik riep toen, hey, kom terug. Maar ze was te snel voor mij. Wanneer ik een moment zie om bij stil te blijven staan, kan ik wel haast moeilijk anders dan met mijn tijd maar mee te gaan. De kern van deze participatie relativeert de observatie. En door de tijd te nemen, raak je er ook weer kwijt. En meer van die problemen. Maar ach, ik heb de tijd. Ja,